Ik heb sinds enkele maanden een pand gevonden, 300 meter van mijn atelier. En ja, het was liefde op het eerste zicht. Als ik binnenkwam, wist ik meteen wat ik moest doen met de ruimte. In die zin dat als men de ruimte betreedt, dat men alleen schilderijen ziet. In tweede instantie verf, en in derde instantie verf, en in laatste instantie nog eens verf. En dat is de boodschap, vind ik ook, van een ruimte waar men schilderij toont. Dat de architectuur en alles wat daar rond is, secundair is aan het werk dat men kan zien. Bovendien is dit zo zwaar, hè? Dat is al een keer. Er is heel veel bij komen kijken. Ik ben eigenlijk architect en aannemer tegelijkertijd geweest. Net niet ingenieur, maar ik ben een gelukkig man. In die zin dat ik mijn thuishaven heb gevonden om mijn werk op regelmatige basis te kunnen tonen. Waarom op regelmatige basis? Omdat een breed publiek vroeg om die werken vrij permanent te kunnen zien. Nee, recht op recht is eigenlijk meest logisch. En dat moet even breed zijn. Ik ben nu een vrij man. Ik ben baas over deze ruimte, over mezelf, over de keuzes die ik ga maken van de werken. En nu is het een chronologisch overzicht van de jaren 80 tot heden. En ik heb ervoor gezorgd dat de kijker dat hij zich kan focussen op een bepaalde periode en dan weer in een andere ruimte, in een andere periode gaat. Zodat hij niet moe wordt, dat het oog niet verblind wordt door te veel informatie op de korte tijd. En die ingrepen, ja, die hebben we gemaakt, ging vrij snel. Dat was op een bierkaartje, we gaan het zo doen en we gaan vooral dat niet doen. Alles uitsluiten. Alles in functie van het werk. Ja. En ik ben daar heel tevreden mee, echt waar. Na lange tijd opent schilder Sam Dillemans zijn eigen exporuimte. Vanaf 16 april kan u zijn werken ontdekken in de Eggestraat in Borgerhout. De expo is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.